November 44. Het was 's morgens pas laat licht. Mijn vader was 's morgens uit bed gekropen en ging buiten kijken. Of hij nou de konijnen ging voeren of de kippen, afijn, hij ging buiten kijken. Toen kwam er ineens een Duitse soldaat om de hoek, hier van de dijk af, naar beneden. En die sprak mijn vader aan. Mijn vader wist niet wat hij zag. Dat was zo'n vent in uniform die zei: je moet je klaarmaken, want over een half uur moet je gereed staan. Je moet met die razzia mee, met die oppakkerij. Hij kwam binnen, een beetje lijkwit, en zei: ja, nou moet ik over een half uur klaarstaan. Maar wat moet ik doen, hè? Hij wou zich ook niet zomaar overgeven. Wij hadden dus dat huis met dakpannen en dat liep schuin af. Daar stonden van die schotten voor en er zat allemaal spul achter wat mijn moeder niet gebruikte. Oude troep. Toen heeft hij een van die schotten weggehaald en daar een matras neergelegd en is hij achter die schotten gaan liggen. En daar heeft hij een week gelegen. Dat verveelde natuurlijk al gauw. Dus na een week kon hij het niet meer volhouden. De razzia was nog niet over, maar het werd toch wat minder fanatiek. Toen heeft hij het gewaagd om eruit te komen. Achter dat schot vandaan. En toen heeft hij een papier op zijn slaapkamerdeur geplakt met de naam van een of andere vreselijke ziekte. Ik weet niet meer wat voor ziekte. Hij dacht: als ze nou komen om mij op te halen, dan durven ze niet verder, hè? Ik weet niet meer wat voor ziekte het was, maar het was wel iets waar je aan dood ging. Toen is hij dus in de slaapkamer gegaan. Daar was in elk geval wat leefruimte. En is hij ook gebleven. Ze zijn nooit meer bij ons geweest, die hele periode niet. Maar wat wij wel zagen, waren al die mensen die ze uit die kampen haalden en dat er geschoten werd. Dat werd allemaal verzameld bij Vollenhoven. Die scholen zaten allemaal vol. Van Lieverlee werd iedereen afgevoerd naar Meppel en zo. En daar werden die jongens op transport gezet naar Duitsland. En onderweg ontsnapte er nogal wat, die uiteindelijk dan wel weer terugkwamen. We waren natuurlijk als kind allemaal bang. Maar we hebben achteraf gezien heel veel geluk gehad.